Deze video staat in het teken van een compleet nieuwe auto. Nederlandse waar, maar dat is nog niet eens het meest bijzondere. Ook het vroege tijdstip niet. Dat heeft er wel van alles mee te maken. Dit is de Lightyear One, een elektrische gezinswagen die rijdt op zonne-energie. Begonnen als een studieopdracht op de Technische Universiteit van Eindhoven, staat hier na 7 jaar bloed, zweet en tranen een productierijpe auto waarvan de eerste 100 exemplaren al zijn verkocht. Koen, ik denk dat we wel kunnen spreken van een mijlpaaltje. Wat gaat er door je heen op het moment? Hier dromen we 2,5 jaar al van. En om het nu eindelijk in de wereld te zetten, dat is briljant. Waar ben jij voor verantwoordelijk bij Lightyear? Ja, ik ben begonnen als verantwoordelijke voor design, dus exterieur, interieur en maar ook het gebruikersgemak. Dus denk aan het concept en alle features en alle dingen die alle zaken die in de auto zitten. Ja, en we werden daarmee natuurlijk wereldkampioen. Dus bij ons was wel heel duidelijk dat we iets in handen hadden. En zeker in de momenten daarna waarin de wereld begon te reageren op elke keer als wij daar in China of in Amerika of in Nederland, ook in Europa aanwezig waren. Dan klonk er iets van verlangen uit de mensen die het idee zagen. Wat denk ik heel goed is geweest, is om een soort van rustmoment te hebben gehad nadat we zijn gestopt met die auto en dus hebben afgestudeerd en daarna het weer hebben opgepakt. En in dat moment hebben we echt kunnen de transitie kunnen maken, oké, welke aspecten nemen we nou mee naar de markt en wat laten we achter bij de race. De auto in Australië is echt gemaakt om als allersnelste aan de overkant te komen. Maar in deze auto moet hij natuurlijk niet te ver afstaan van wat je gewend bent. Maar daarnaast wel het zonneauto gedeelte toevoegen. Maar liefst 3 keer won de TU Eindhoven de World Solar Challenge. Dus we kunnen wel stellen dat het idee achter deze Lightyear One goed is uitgerijpt. Voor de aandrijving zorgen 4 individuele elektromotoren die in de wielen zelf zitten. En 5 vierkante meter aan zonnepanelen maakt dat je het maximale haalt uit het relatief kleine batterijpakket dat onder de inzittende schuil gaat. Volgens de fabrikant moet de auto tot wel 725 kilometer ver komen op 1 lading stroom. En die stroom komt niet alleen van de zon, maar bijvoorbeeld ook van een huistuin- en keukenstopcontact, een publieke laadpaal of een snellaadstation. Waar het uiteindelijk om draait, waar jij elke dag tegenaan loopt, is die efficiëntie. Want die bepaalt hoe vaak je moet opladen, hoeveel range je uiteindelijk hebt, ga je die verre reis halen. Dus dat is echt de core aspect van deze auto. En dat zonnepaneel daarbij zorgt ervoor dat je ook een soort van stressloos elke keer die auto weer durft te pakken. Want als ik mijn auto een dag voor kantoor laat staan, is die dan weer helemaal vol aan het eind van de dag? Nee, die auto laadt niet in 1 dag op. Dus je moet het zonnepaneel zien als een soort druppellader. Per uur kan het met goede zon 12 tot 13 kilometer per dag zijn in Nederland. In Nederland hebben we natuurlijk niet de allerbeste zon. En totaal in Nederland haal je 7000 kilometer op per jaar. Ja, want ook al heeft hij natuurlijk, 5 vierkante meter aan zonnepanelen over de koets verdeeld. Je kan nog steeds gewoon de stekker in het stopcontact steken. Ja, exact. Dus hij heeft dus wat bijzonder is aan dit concept is dat je ook gedurende een nacht op een normaal stopcontact 400 kilometer kan bijladen. En dat is echt uniek voor een elektrische auto. Maar daarnaast beschikt hij ook over fast charger mogelijkheden. Dus je kan hem ook gewoon op die palen aansluiten. Ja. Dus we willen echt vrijheid geven aan de klant hoe hij wil rijden. En zoveel mogelijk energiebronnen benutten om geen last meer te hebben van laadinfrastructuur die er nog niet is of die nog ontwikkeld moet worden. Nou is rijbereik een belangrijke drempel voor de man in de straat om over te stappen op een elektrische auto. Maar ja, prijs ook. En met 119.000 euro ex belastingen is het natuurlijk wel een vrij kostbare auto. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, dus wat we, dat weten we, dat begrijpen we. Dat is een bewuste keuze geweest. Dus wat wij op dit moment doen en wat heel belangrijk is voor deze technologie, is om hem goed uit te ontwikkelen. Er komt heel veel bij kijken. En we willen echt die doorbraak maken op efficiëntie. En later zal Lightyear ook deze technologie gaan toepassen op andere mobiliteitsplatformen. Dus het is echt een technologie die we willen beschikbaar maken voor partnerships. En op die manier zullen ook andere mensen in de loop van de toekomst hier gebruik van gaan maken.
In nog geen 3 jaar tijd groeide het personeelsbestand van Lightyear van 10 naar 130 man. En onder die werknemers bevinden zich mensen die voorheen bij Ferrari of Tesla hun werk verrichten. Het is sexy om te worden geafficheerd met dit bedrijf. En dat blijkt ook wel uit de opkomst, want ook al was het belachelijk vroeg, de zaal zat vol. Maar ze zijn er nog niet, want er volgen nog winterproeven, er moeten botstesten worden gedaan. Kortom, allerlei ontwikkelingsstadia waar nog het een en ander bij aan het licht kan komen. En persoonlijk vraag ik me af hoe het gaat met het zicht rondom. Want de achteruit zit helemaal vol, omdat de zonnepanelen tot aan de kont van de auto doorlopen. Maar goed, als de auto-industrie de laatste tijd iets heeft laten zien, is dat hele kleine bedrijven tot heel wat in staat kunnen zijn. Kijk maar naar Tesla.